Goedemorgen Antigua. Ik loop dus, 7 uur 's ochtends nu het hotel uit. Ik kijk mijn straat links en rechts in. En dit is het eerste wat ik zie. Nou, hoe geweldig is dat? Even kijken, krijg ik het in beeld? De eerste blik op de vulkaan. Nou, daar zitten we dan. In Antigua, bij ons eerste ontbijtje. Wat zullen we eens doen met de dag? Nou, we beginnen met koffie, denk ik. En ja? Dat hebben we eigenlijk wel gedaan. En dan een stukje rondje lopen, zodat we hier de keuken kunnen opengooien voor een lekker ontbijt. Ja. Vooral mensen kijken ook. Mensen. Antigua staat bekend om die ark met uitzicht op die vulkaan. Dus dat is volgens mij een doel voor vandaag. Ja. Er is een centraal park waar we naartoe willen. Er is een uitzichtspunt boven de stad. Ja, kijk of die ook kruis. Daar kunnen we dromen. Oh, ik heb een mini-droontje meegenomen. Kijken of die iets gaat doen. Als er weinig wind is, daar lijkt het wel op. Kunnen we dat ding eens omhoog laten. Kijken of er een filmpje uit te maken valt. Hé, en een chocolademuseum. Een chocolademuseum? Oh, ja. We gaan een chocolademuseum. Nou, daar moeten we heen. Ja. En verder vooral bijkomen van de reis. 24 uur reizen was best pittig. Maar, we hebben goed geslapen. Dat was lekker, ja. En eigenlijk zitten we direct in het ritme. Dus, let's do it. Normaal zie je mij dus echt geen koffie drinken, maar met zo'n koffie moet je wel. Echte Guatemaleekse koffie. Wauw. Dit is het bekendste punt in Antigua. Dat is de Ark van Santa Catalina. Met uitzicht op de vulkaan daarachter. Antigua was vroeger de hoofdstad van Guatemala. Alleen doordat de vulkanen uitbarsten, hebben ze de stad moeten verplaatsen. En is Guatemala stad nu de hoofdstad geworden. Maar er zijn nog allemaal restanten van oude gebouwen. Uit de tijd nog voor de uitbarsting.